In Amerika kun je 3 keer gescheiden zijn en niemand gaat zijn ogen... Met zijn oogknipper, ja. Maar als je 1 keer een transgressie hebt, of je bent ontrouw, of je hebt iets gedaan die buiten de grens is, dan ben je forever infidel. Ja. En de meer familie-georiënteerde maatschappijen hebben het altijd anders gedaan. Ze hebben het altijd een compromis gehad over het ontrouw, om de familie te bewaren. Ja. En ze hield dat binnen kamers. En niet scheiden. Mm-hmm. En wat belangrijk was, is dat iedereen was zo geschandaleerd over dit. En ik vroeg soms aan de mensen, maar heb je niet geen probleem als iemand zegt, this is my fourth husband or my fourth wife? Waarom is dat met een hele familie en alle verbindingen losmaken en alles vernietigen? Waarom is dat geen probleem voor jullie? Voor altijd, voor zoveel jaren, was het scheiden een schaamte. Het stigma was het scheiden. En nu is het scheiden helemaal genormaliseerd, maar het blijven, als er een ontrouw gebeurd is, met als je de mogelijkheid om weg te kunnen, dat is de nieuwe schaamte. Dus als je partner vreemd gaat en je bedriegt en je blijft, dan moet je 2 geheimen houden. 1 over wat er gebeurd is en 1 tegenover je vrienden en je familie. Want als je zegt, ik wil toch blijven, dan veroordelen ze je. Want de echte emancipatie vraagt dat je weggaat. Ja, zo van, het is een slet, ze is vreemd gegaan, verlaat haar. Het is een lul, hij is vreemd gegaan, je moet bij hem weggaan. En als je dan toch voor die relatie kiest, dan word je daarvoor veroordeeld. Je wordt daarvoor veroordeeld omdat het ontrouw het grootste bedrog is vandaag. Meer dan andere relatiebedrog. Het is het voornaamste bedrog. Ja. En dat heeft te maken met het hele model van de nieuwe liefde, waarom dit het voornaamste bedrog geworden is. En dat is heel actueel. Dat was niet zo 60 jaar geleden. In je eerste boek was er 1 hoofdstuk gewijd aan vreemdgaan. En toen kwam er een heel boek over het fenomeen. Wat fascineerde je zo in dat onderwerp? Kijk. Er is 1 taboe die universeel veroordeeld wordt en universeel gepraktiseerd wordt. En dat is het overspel. Mm-hmm. Historisch en universeel veroordeeld en ook overal te vinden, in alle maatschappijen. Het is het enigste gebod in de 10 gebieden. In de 10 geboden? De 10 geboden, pardon. Mm-hmm. Die 2 keer herhaald in de Bijbel, wordt. De 10 geboden, staat 2 keer iets over... Ja, over het ontrouw. Gij zult niet begeren de vrouw 1 van keer als je het doet. Ja. En 1 keer als je daarover denkt. Ja, ja. Het is het enigste. Iemand heeft een goede begrip gehad over de natuur van de mens. En het bestaat van de eerste dag dat het huwelijk is ontstaan, is ook het overspel ontstaan. Ja. En waarom ik het thema interessant vond, omdat ik wou over de relaties van vandaag schrijven, nog eens. Het is eigenlijk meer een boek over de moderne relatie. Maar het beste is een thema te gebruiken dat een crisis is, waar alles zo dikwijls slecht gaat, om dan te kunnen denken, wat wordt een goede en een resiliënte relatie? We gaan niet alleen over Apple en Google spreken, we gaan spreken over de organisaties en de companies die ook problemen hebben. En resilient is veerkrachtig, hè? Ja. Is, ja, ja. Maar in het overspel heb je verraad, bedrog, liegen, geheim, verlangen, liefde, possessiviteit, jaloezie. Dus het hele wenselijk drama win je in het overspel. En normaal moet je naar de opera daarvoor gaan. Ik vroeg gisteren in 900 mensen in Italië aan de spreekbeurt. En ik zei, ben je ooit betrokken geworden met ontrouw? Heb je ooit iets te maken gehad met de ervaring van ontrouw? Mm-hmm. Omdat je het kind was van een ouder die op iemand anders verliefd was en die wegging, of die een affaire gehad heeft. Of omdat je zelf het kind bent van een illegitieme liefde. Of omdat je de vriend bent op wie zijn schouders iemand al weken aan wenen is. Of de confidant is van iemand die in een affaire betrokken is. Of een van de 3 protagonisten van de driehoek
van het overspel. 900 handen omhoog? Ongeveer. Het is niet een verhaal van een paar rotte appels. En bij mij komen mensen die zoveel pijn hebben. Zoveel pijn hebben. Zoveel confusion. Verwarring. Verwarring. Zoveel vragen over wat de bedoeling is van dit. Waarom dit gebeurt. Wat ze gaan doen nu met hun leven. Wat het betekent voor hen als de trouw en de trust niet meer bestaat. En wat als ze denken dat ze hun hele leven kenden en nu het gevoel hebben dat ze niet meer weten wat hun verhaal of hun relatie eigenlijk was. En omdat het bedrog van het ontrouw een van de belangrijkste bedrog geworden is. Het was altijd pijnlijk, maar nu is het traumatisch geworden. Omdat in een romantisch ideaal zou je geen overspel moeten hebben. Als je je soulmate gevonden hebt, dan zou het niet meer gebeuren. Je bedoelt, het is meer van deze tijd dat we... Dat het traumatischer is dan vroeger? Ja, want vroeger, als de gehuwden niet zoveel te maken hadden met liefde... dan was het dan normaal toch dat het ontrouw de plaats was voor de passie en voor de liefde. Want de huwelijk was voor de familie. Dus de ontrouw nam je op de koop toe? En nu hebben we de liefde en de passie in de relaties gebracht. Dus nu, als je een trouw hebt, een overspel hebt, dan is het het bedrog van de liefde. Dus daarom doet het ook zozeer? Daarom doet het zozeer. Het is it's the fracture of the grand ambition of love. En wat heb je geleerd over de motivatie van mensen die vreemd gaan? En dit is een van de geleerd in je onderzoek, bedoel ik? Ja, en dit voelde ik ook in deze film. Ik heb die film lang geleden gezien. En dan ben ik begonnen... ik ben in 20 landen gaan onderzoeken over dit thema. Wat gebeurt er als het verlangen ergens anders gaat? Het eerste boek was over het problematiek van het verlangen in de relatie. Niet seksuele verlangen, het verlangen in de longing for life. En nu, wat gebeurt er als mensen ergens anders gaan? En dit is wat met die vrouw gebeurt. Wat ze niet zegt, maar wat ze zou zeggen als ze bij mij zit op een sessie, is ik wou niet van mijn man weg. Ik wou weg van wie ik ben. Who I have become, wie ik geworden ben. Het is niet dat ik een andere persoon wou vinden. Ik wou een andere zelf vinden. Ik wou andere delen van mezelf vinden die ik nooit gekend heb omdat ik 17 was of die ik gewoon vergeten heb omdat in een relatie nemen mensen een rol en ze spelen die rol door voor jaren en ze veranderen de rollen niet zo dikwijls. En op een zeker moment, ze zijn niet aan het verlangen naar seks of het verlangen naar een andere partner. Ze zijn aan het verlangen naar een andere ervaring met zichzelf. Een andere ik, ja. Een andere ik. En dit is wat die vrouw eigenlijk vertelt. De meeste mensen die bij mij komen, die zijn niet mensen die de hele tijd ontrouw en overspel doen. Ze zijn eigenlijk zoals die vrouw. 15 jaar trouw in een relatie, monogamisch. En op een zekere dag gaan ze naar de andere kant van de lijn en ze doen iets die ze nooit dachten dat ze zouden doen. En waarom? Waarom nemen mensen het risico alles te verliezen die ze opgebouwd hebben? Ja. Alle regelen te breken die ze zelf in plaats gezet hebben. Wat zoeken ze? En daar komt het thema van de nieuwe ik, van het levendig voelen, van de vrijheid, van een autonomie die ze niet meer hadden, waar wat Woodstock het symbool dan werd voor haar. Maar ik denk dat we heel veel weten over de ervaring van de slachtoffer... En niet veel weten over de motivaties en de betekenis van de mensen die het doen. Met slachtoffer bedoel je de bedrogenen? De bedrogenen. Maar het model van vandaag is een model van een perpetrator en een victim. De dader en slachtoffer. De dader en de slachtoffer. En soms is de slachtoffer van het ontrouw niet het slachtoffer van de relatie. En die film voor mij, en dan spreekt ze, ze zegt aan haar dochter. De dochter vraagt haar, ik heb je gezien in Woodstock, ik was daar ook. Wat was jij daar aan het doen? Waarom wil je niet met papa blijven? Want ze zegt, daar met haar minnaar, ja. Soms moet je met iemand anders zijn om iemand anders te kunnen zijn. En die zin is gebleven bij mij. En dan ben ik begonnen dit te horen in duizenden mensen. De TED-talk over ontrouw heeft...
meer dan 10 miljoen mensen in 2 jaar. En brieven komen elke dag aan van de hele wereld. En de 2 groepen die het meestal schrijven, zijn de bedrogen mannen en de ontrouwe vrouwen. De 2 groepen die het minste mogelijkheid hebben om in de maatschappij te spreken. Alle maatschappijen. Vroeger kon je tussen 2 personen kiezen in het dorp. En dan kon je tussen 10 personen kiezen in de stad. En nu kies je met 1000 personen aan je vingertopjes. Je swipet naar links of naar rechts. Rechts. Het is een echte romantische consumerisme. En in dit model zoek je naar je soulmate. Dat is een echte contradictie. En die soulmate, je weet dat je hem gevonden hebt als je je Tinder-app wegneemt. Dat is het nieuwe ritueel van commitment. Dus je hebt de ware gevonden, ja. Dan haal je de app van je telefoon. Ja. To delete your app is the new symbol of commitment. Dat is echt ongelooflijk. Want je hebt geen. Want hoe weet je dat je de ware gevonden hebt? Dat je denkt, er is nog niemand anders die beter is. Kan ik nog iets anders vinden, iemand anders vinden? FOMO, fear of missed opportunity. Oh, fear of missing out, dacht ik. En fear of missing out, same. En dit model van het consumerisme, op zoek naar de soulmate met wie we vandaag dingen willen hebben die we vroeger in de godsdienst zochten. Ecstasy, meaning, transcendence. Dat waren allerlei ervaringen die gebeurden in de wereld van God, niet in de wereld van het romantische liefde. Maar dit is dus romantisch consumentisme. Dat is het romantisch consumentisme. Dat is 1 die dit film heel mooi laat zien. En 2, kijk, vroeger huwde je, want dat was de manier om in een relatie terecht te komen, en je had seks voor de eerste keer. Vandaag ga je in een vaste relatie en je stopt seks met andere mensen. Ja. Vroeger was je 18 en je begon je leven met iemand. Nu ben je 28 en je wordt erkend door iemand voor het identiteitsproject dat je zo mooi ontwikkeld hebt. Vroeger was monogamie 1 persoon voor het leven. Vandaag is monogamie 1 persoon tegelijkertijd. En al mijn patiënten zeggen mij, ja, ik ben monogaam in al mijn relaties. Ja. Plural. En dat is een hele nieuwe geografie, een landschap die we nu hebben over moderne relaties. En dit koppel, en deze film, neemt veel van die nieuwe ideeën waar mensen nog altijd naar verbinding zoeken en naar commitment zoeken, maar ook vrijheid en individualiteit willen behouden. En het is de integratie van die 2 menselijke bedürfnissen. Nodigheden? Benodigdheden? Benodigdheden. Ja, of, dat, nou, benodigdheden meer niets. Verlangen, niets. Ja, ja. Die mensen zoeken in een relatie. Veiligheid, beschermd voelen, stabiliteit, behoeftes. Commitment en de behoefte aan vrijheid en nieuwigheid en verandering en autonomie en individualiteit. En nooit hebben we geprobeerd om die 2 fundamentele menselijke behoeftes in 1 relatie te vinden. Ze waren altijd apart. En nu denken we dat we alles in 1 persoon kunnen vinden. Nu vragen we van 1 persoon wat we vroeger van een hele dorp of gemeenschap kregen. En wat echt belangrijk is, ook in dit boek en in het andere boek, ik ben geen advocaat van een model. Ik ben een Jij zegt niet dat het is een goed idee om vreemd te gaan. Of het is een goed idee om niet monogaam te zijn. Of open relaties. Je onderzoekt meer de verschillende modellen. En laat de voor's en tegens en de voor- en nadelen zien. En ik begrijp ook wat mensen proberen te doen. De kinderen van vandaag proberen niet zich te scheiden. Zo gemakkelijk. En ze proberen dan een nieuw model, nieuwe relatiemodellen op te maken. Ja. En dat is altijd gebeurd. En dat gaat nu gewoon verder. Maar soms als je daarover spreekt of daarover schrijft, dan ziet het eruit alsof je zegt, doe dit of doe dat, of dit is goed. Slechts. Nee. Ik ben geen veroordeler, maar ook geen advocaat. Ja, je promoot het niet. Nee, geen promotion. Ik had iemand die bij mij kwam op een spreekbeurt en die zei, mijn vrouw is in zo'n huis. Op een lezing die je hield, ja. Ja, en zij kent mijn naam niet meer. Is het ontrouw? Als ik een andere vriendin nu heb die mij steunt en die mij die energie geeft om 2-3 keer per week met mijn vrouw
te zijn en haar te bezoeken. Ja. En dat is een heel ander verhaal wat dan was ontrouw. Je ik zei, ik moet niet antwoorden. Is het of is het niet? Ik zeg aan hem, kijk, dat is een hele nieuwe vraag. Want zij is... Weet je, als iemand Alzheimer heeft, dan noemen wij dat een ambiguous loss. Een verlies dat ambigu is. Want de persoon is er fysisch nog, maar psychologisch niet meer. Nee. Geestelijk niet, nee. Met kidnapping bijvoorbeeld heb je het omgekeerde. De persoon is fysisch niet daar, maar psychologisch heel present. Ja. Dus die manier van met iemand te zijn die je niet meer kent, is hem er of is hem niet? Hebben we eigenlijk? Is een hele moeilijke en pijnlijke realiteit. En ik begrijp als die man zegt... Iemand steunt mij, die mij de energie geeft, die mij de levendig, de erotiek geeft... Ja. Om met mijn partner te zitten in En mijn partner is mijn partner niet meer. En ik verlaat mijn partner niet. Nee. Ik ben loyaal, maar ik ben niet trouw. Dat zijn twee verschillende dingen. Begrijp je? En ik moet niet de morale dokter zijn. Ik moet gewoon mensen helpen om hun eigen vragen te kunnen beantwoorden. En wat je ook hier ziet, is dat na ontrouw zijn er verschillende outcomes. Sommige mensen blijven nog helemaal in het verhaal jaren later als je 5 minuten te laat komt. En ze kunnen niet oude koeien uit de sloot. Ah, ze kunnen niet weg. En sommige mensen spreken er helemaal niet over. En sommige mensen eigenlijk hebben een nieuwe relatie, een nieuwe fase. Ik zeg altijd, vandaag in het Westen gaan veel mensen 2 of 3 paren hebben. Gehuwd of niet gehuwd. Die bedoelt of 2 of 3 huwelijken of 2 of 3 relaties. Relaties. Ja. En sommige van de ons gaan het doen met dezelfde persoon. Sommige mensen hebben 2 of 3 huwelijken met dezelfde persoon. Omdat je opnieuw begint. Omdat je opnieuw begint. En soms is een ontrouw het einde van het eerste huwelijk. En dan stel je de vraag, wil je nog een te handige hebben met elkaar? Je bent hoe lang samen met je huidige man? 35. En je hoeveelste huwelijk zit je? Ik zeg met 3, hem? Hij zegt 4. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.